Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om de Europese Unie te verlaten. Dat is heel erg jammer, want voor Nederland is de band met Groot-Brittannië heel belangrijk. Samen met Marit Maaij van de Partij van de Arbeid ben ik benoemd tot Brexit-rapporteur van de Tweede Kamer, omdat de Europese Unie straks een nieuwe band met het Verenigd Koninkrijk moet opzetten. Een aantal andere landen willen het Verenigd Koninkrijk zo moeilijk mogelijk maken. Dat is totaal niet in het Nederlands belang. Wij hebben grote handelsbelangen met het Verenigd Koninkrijk. Daar hangen heel veel banen vanaf. Maar wij hebben ook veel gemeen in hoe wij over zaken denken. En als het straks blijkt dat de Europese Unie wel Turkije als kandidaat lid handhaaft, wel alle douanetarieven voor Oekraïne afschaft, maar voor het Verenigd Koninkrijk hoge douanedrempels inbouwt en moeilijkheden maakt met visa en met mensen die hier wel of niet mogen blijven, dan denk ik dat we op de verkeerde weg zijn. Het is dus voor Nederland ongelooflijk belangrijk om zeer actief in die Brexit-discussie te zijn, omdat het ons anders groei kost en de Europese Unie voor ons veel minder aantrekkelijk is. Wat gaat u doen? Ik ben het afgelopen week in Parijs geweest om daar te spreken met de commissie die daar het Franse standpunt voorbereidt. En daar zie je dus dat ze heel hard willen onderhandelen. Op 5 en 6 februari ga ik naar Groot-Brittannië toe en naar Ierland. Want dat is een ander land dat heel erg getroffen wordt. Want er moet misschien wel weer een nieuwe grens gebouwd worden tussen Ierland en Noord-Ierland. Om te spreken wat daar de gevolgen zijn. En daarna zullen we een rapport schrijven voor de Tweede Kamer. En dat moet op tijd klaar zijn voordat Groot-Brittannië officieel de aanvraag voor een Brexit indient. Want dan moeten de landen hun positie bepalen.